Welkom bij een nieuwe piepshow, dit keer gewoon weer met Boris aan tafel. Ja, mensen, mensen hebben je gemist. Ik dacht, nou, mensen vinden het wel eventjes fijn uh, dat er twee mensen zitten met heel veel nuance. Nou, dat willen ze helemaal niet. Ze willen gewoon nee, keiharde... Nuance. Bam! Weet je dat dat echt een ding is wat ik geleerd heb in de media? Ja? Nuance werkt nooit. Het nee, is hè? leuk. Ik bedoel, kijk, als je een genuanceerd mens bent, is het natuurlijk leuk. Weet je kunt gezellig kun je, heb je, iedereen is je vriend. Weet je. Maar in media, nee. mensen willen gewoon recht toe, recht aan een harde mening. hard verwoord zien worden, wat ze eigenlijk zelf ook denken. Of juist niet. Dan nee, er ja, maar... erop haten. Ja, maar dan... dan, dan een het wat. Ja, het doet wat, weet je. Maar het is best lastig, hoor. Dan, dat, dat merk je dan heel erg bij... Uh... Ik voor Jasper was het de eerste keer. Dus dat snap ik ook ja, wel. Dan, denk een een van, dan, ga ik, ja. dan ga ik een beetje aan de veilige kant zitten. want Om nu meteen al te zeggen van dit en dat. Ik krijg van, ah, die Jasper. En skate is natuurlijk altijd. Mis de nuance. Ja. Uh, maar goed, um, jij bent weer terug. Uh, de oude, zeg de, maar, de, 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 de veterans zitten er weer. En uh, dan kunnen we mooi beginnen bij iets wat natuurlijk vorige week... Um, behoorlijk uh, veel uh, ja, in het nieuws is geweest. En um, veel over gesproken, veel over nagedacht. Veel over theorieën, conspiracy theories. Alles, alles heeft opgehoren. De PlayStation Showcase. Jij hebt hem gezien. Ja. Het eerste wat jij appte... Uh, nee, vooraf zei je van... Nou, ik ben benieuwd of ik nu een PlayStation 5 uh, wil gaan kopen. En de afgelopen zei je... Nou, ik zag best wel wat leuke games. Maar echt... Mm, nou, het, het, ik bedoel, wat ik heb gezien daarvan, hand in het vuur, dat het allemaal multiplatform uitkomt straks. Ja, nee, dat, en, dat, dat, dat was eerst al het, ja. het bizarre ervan. dat Phil Spencer al vrij snel een tweet eruit gooide. Uh, die zou ik dan even moeten zoeken, want die heb ik hier niet voorbereid. Um, maar Phil Spencer kwam met een tweet. Oh, wow, what a bunch of bla bla. Ieder geval, wat een, wat een vet, vette games, weet je. En dat het ook allemaal multiplatform platform was. Mm -hmm. Vind je dat tof dat hij dat dan meteen doet? Gewoon bam. Ja hoor, waar ja. Niet. ja, ja maar dat is, al... het is toch ook overduidelijk. Ik vind het een beetje kinderachtig. Kijk. Ik snap wel dat je titels laat zien die ook op de PlayStation komen. Dat snap ik wel. Maar dat is niet waar je waar waar zo'n uh, ex PlayStation Experience, weet ik hoe het heet, nee. waar dat om draait natuurlijk. Je wil gewoon laten zien wat maakt PlayStation uniek. Ja. Geen van deze games maken PlayStation uniek. Het zijn goede games. Het zat vette shit. Dus ze lachen, leuk. Maar ook op pc, ook op Xbox. Dus voor de rest niet zo heel erg bijzonder. Nee. En uh, ik blijf gewoon erbij. Het lijkt wel alsof. Xbox en Playstation een wedstrijdje aan het doen zijn wie er het kutst is. <laughs> Want ze zijn allebei zo ontzettend kut. Ja, ja, ja. En het is echt serieus die weet je, de ene, de ene, zo overtroeven elkaar soms, hè, want ja. ik vind dan bijvoorbeeld, weet je, ik bedoel, dan heb je dan... Ik kan toen... kutter dan jou zijn. Ja, zo van, ik kan een lelijke console maken, dan jou ze, zei Sony, weet je, ze maken een hele lelijke PlayStation 5. En Xbox zei van, oh ja, kan jij een lelijke console maken? Nou, dan moet je opletten, ik maak geen games, kun je kijken hoe dat is, weet je. Ja, oké, okay, geen games, nou, wacht maar, wij maken ook geen games weer, wij maken nog minder games. En zo zijn ze gewoon, ze zijn gewoon met elkaar gewoon aan het, aan het, aan het, aan het, aan het kijken hoe kut ze kunnen zijn. Ja, ehm, um... Dat is een goeie, want... Um, ik, ik vond het heel interessant om, 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 om het, het, het debat te volgen tussen. Uh, uh, wat, wat, wat dat is het. De, 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 de wereld, überhaupt, is gepolariseerd. En ook de gamewereld is gepolariseerd tussen de ponies en, en de Xbox-fans. Mm -hmm. En uh, als Xbox. Uh, Phil Spencer, weet je dat interview? Nou, daar klapte iedereen van de Sony weer bovenop. Ah, kijk, zie je wel, jullie hebben allemaal geen games. Man. Wat een sukkels zijn. Ja. Allemaal kut, weet je wel. En nu maar was... hebben ze gelijk in? Ik bedoel, ze, nu, ze hebben ja, ja. gelijk. De ponies hebben gelijk. Maar, en, maar nu. Is. Inderdaad, nu was het <laughs> Precies andersom. Ja. En het grappige was dat heel veel van die pony... Hè, op YouTube heb je nog echt... Waar, waar ouderwetse media, hè, de uh. websites en zo... Wij proberen objectief te zijn. Te wegen, te wikken, te wegen. Heb je echt PlayStation YouTube kanalen. En Xbox YouTube kanalen. En die zelfs die PlayStation YouTube kanalen... Hadden ze iets van... Oké, okay, dit is niet goed. Nee, dit, dit, is dit, 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 ja. dit is niet oké. Okay. En dan kom je bij het interessante. PlayStation heeft twee jaar lang geen showcase gehouden. Ja. Uh, een showcase, dat is een grote show. Dat doe je als je iets hebt om te laten zien. Fucking hell jongens, Playstation 5. Wij gaan unieke shit maken. Je ja. moet gewoon bij ons blijven. Want anders uh, mis je wat. Uh, uh, dat afgezet tegen uh, het gejank van, van Jim Ryan. Van, ja, maar als Call of Duty weggaat, dan gaan we naar de klote en Dit en dat. Had ik verwacht. Hm. Ja, nu, ga, nu gaan ze echt laten zien jongens. Fucking hell, weet je wel. Uh, een beetje à la Nintendo. Die games die, die ons uniek maken, die ga je krijgen. En, het was er gewoon niet. Nee. nee. En dan ga ik vragen van, oké, okay, wat is er aan de hand? Ja. En um, een van de. En daar gaan we dus. Dat is een conspiracytje. Um, ja. Die vind je altijd leuk. Um, ja. Dat is. Um, even kijken, deze. Er zijn wat insiders en dat vind ik altijd een beetje... Ja. Iffy, vind het goedkoop. Ja. Want die zeggen van, ja, ik heb gehoord, of ik, ik heb een heleboel trailers gezien. Uh, Sony was holding back with PlayStation Showcase. Oftewel, ze hebben trailers eruit gehaald, ze hebben dingen niet laten zien. Want ze hebben, althans, je gaat ervan uit dat ze de Monica is iets met, met iets bezig, Guerrilla is met iets bezig, al die mensen zijn met iets bezig, maar ze tonen het niet. Nee, maar omdat het gewoon nog jaren niet uit gaat komen. Dus dat, nee. dat is wat er aan de hand is. Dus dat is waarom. Tuurlijk zijn ze holding back. Want ja. als ze nu al die titels al hadden laten zien, ten eerste had het waarschijnlijk een ondermaatse indruk gemaakt. Mm -hmm. En ten tweede komt het nog jaren niet uit. Dus dat werkt ook aanverrecht. Oké, okay, nou, dat. Dat vind ik goed voor, voor de thema. Wat, wat, wat ik juist heel leuk vind is dat ik gewoon, uh, als je op Twitter erop zocht, uh, mm -hmm. op deze gone 2. Ja, vond ik wel grappig dat veel mensen zoiets hadden van: jongens, we hadden gewoon deze Gon 2 kunnen hebben. We hadden het gewoon kunnen hebben en je hebt het niet gedaan. En grappig is, het gerucht gaat nu, dat kwam zondag naar buiten, dat deze Gon 2 in ontwikkeling is. Al een tijd ja. en uh, dat Sony uh, CD Project Red zou willen gaan kopen. Nou, dat is inmiddels. Nou ja, in ieder geval het Project is, is ontkracht weer ja, uh, is door niet. de Polen zelf. Van hallo, uh, ik weet niet hoe ze ons willen kopen, maar 37% van de aandelen is in onze handen. Dat zou kunnen, maar de rest allemaal verschillende kleine partijtjes. Weet je oh, ga dat maar doen. Uh, ja, maar dat kan, het is niet dat het niet kan, maar ja. Sony kan dat helemaal niet. Wat moeten ze in godsnaam met die duizend Man, of duizend plus man studio die ze daar daar in Polen dat wat moeten ze daarmee weet je en ik ja, de Witcher exclusief maken nee man de Witcher is helemaal niet een IP van CD Projekt Red dat is het vervelende ja, dat ja, dat, is, een, ja. dat heeft toen een klauwvol geld gekost tenminste het was toen een, een vrij onbekende schrijver mm -hmm. of die boeken waren ze waren wel bekend maar het was allemaal een beetje niche ja. en ze hebben het groot gemaakt met die game en daarna kwam die serie en nu is het misschien wel de moeite waard. Maar. Uh, als Sony de Witcher wil kopen. Dan moeten ze. Hoeven ze niet. Die Project Red te kopen. Dan, dan kopen ze. De, de uitgever van die boeken. Mm -hmm. uh, of de IP. Al weet ik van wie dat IP heeft. Maar anyways. Um, ja. Dat is. Um, is dit het rijtje van. Nou wat ja, we dat, laten zien? Daar, gaan, daar gaan we, daar gaan we het straks over hebben. Want ja. ik, ik ben, een be, ben een beetje iets aan het opbouwen. Uh, van, maar wat maar ben de, ik wel eventjes. Want jij zegt, jij zegt. Days de, Gone 2 in ontwikkeling. Wat, wat zijn dat voor geruchten? Nou ja, dat, de, uh, dat komt dus weer van die insiders. Terwijl dus. Een van de mensen die daadwerkelijk uh, betrokken is bij Days Gone, de tweet de wereld in van Tam, ik zit deze shit te kijken en ik word hier zo droef ja. van, want we hadden nu Days Gone 2 kunnen. Ja, uitbrengen. en dat is die guy van Band Studios. Ja, dus waarom zou die dat zeggen als die in ontwikkeling is? Dus ja. ik denk dat dit dit zijn zo van die verhalen. En dat is een beetje het nare van social media. Dat er gaat heel veel wordt er gepost. Je weet niet of het waar is. Dat komt in verhalen. Het gaat verder en verder en verder. En dat is wel iets wat PlayStation natuurlijk in de hand heeft gewerkt, want was de showcase fucking awesome geweest, had niemand het hierover gehad. Yep. Maar omdat die zo underwhelming was en mensen iets hadden van, maar hé, wat, hoe dan, weet je wel? Um, gaan mensen allerlei gaan zoeken van, oké, okay, maar waarom was dit zo slecht? Uh, want Jim Ryan loopt wel aan te roepen aan het begin van, we have some innovative great lineup, bla bla, bla bla En het, 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 nog eentje, mm -hmm. 30 games werden getoond. Vier games first party. Van Sony zelf. Waaronder drie live as a service games. Ja, ja dat is natuurlijk is ook. Die wel. allemaal zo generiek. En die ene was een regelrechte Splatoon rip-off. Um, en toen kwam ook nog eens een keer dit weekend weer uh, dit verhaal. Um, dat. Um... Oh, wacht. Nee, dan moet ik even eentje terug. Uh, kwam het verhaal uh, van. Uh, die was. Boss... Oh, die heb ik twee keer. Het verhaal kwam van Bloomberg. Uh, Bloomberg zei. Um, waar... Want we vroegen ons allemaal. Waar is. The Last of Us 2 Factions, die multiplayer game... die is al zo lang beloofd. Je weet nog wel dat dat befaamde E3-presentatie uh, van Sony... waarbij Neil Druckmann uh, 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 94 minuten op dat podium stond... alleen maar te vertellen dat hij bezig was met uh, die multiplayer. En ik kreeg we toen twee screenshots van te zien. En uh, that's it, weet je wel. Ja. Die is dus... Um, Eigenlijk, uh, hij is afgekeurd. Hij is afgekeurd door Bungie. Bungie. Playstation heeft Bungie gekocht. En een van de opdrachten van Bungie is dat ze die live service games tegen het licht houden. Want ze hebben er ervaring mee. Ja. Bungie heeft dus uh, volgens Bloomberg de uh, of Us twee Faction afgekeurd. Uh, als zo van: oké, okay, maar ik zou niet inzien waarom mensen hier involved in blijven in deze game. Mm -hmm. Uh, en het team is drastisch teruggebracht in aantal mensen. Ze zeggen ja. nog niet dat het het is nu delayed, weet je, het is nog niet cancelled. Uh, binnen no time, dat was wel het grappige, moest uh, Naughty Dog hier dus zelf op reageren. Dus het is dus waar. Mm -hmm. En zeggen we know uh, many uh, uh, of you have been looking forward to hearing more about the last was multiplayer game. We're incredibly proud of the job our studios. Bla bla bla. But as the development has continued, we have realized what is best for the game is to give it more time. Our, our king, nou ja goed bla 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 bla. Ja. Um, dit is ook weird, weet je wel. En, um, en alles komt zo langzamerhand een beetje samen. Want er was voor de PlayStation Showcase... was ook nog eens een keer een soort van... Uh, uh, naar de aandeelhouders toe een soort van tech-verhaal. Een soort meer over, over de strategie van PlayStation, uh, van Jim Ryan. En uh, er was al naar buiten gekomen dat ze 8 miljard dollar gingen investeren in aankopen. Dus de hmm. oorlogskas werd gespekt. waarin een heleboel mensen. Oh, daar gaan ze Konami kopen. Ja, ze kunnen die Square kopen. Ja, ze gaan dit kopen, ze gaan dat kopen. En wat blijkt nu? Het, meer, het overgrote merendeel van, die, van dat geld wordt bijvoorbeeld in cloud gestopt. Het wordt gestopt in uh, tech. Dus het, aan, aan, het aankopen van bepaalde st stukken software van tools en dat soort dingen. Hmm. En in PC. Dus niet zozeer in ontwikkeling van nieuwe games. En wat is hier volgens mij aan de hand? Ik denk dat je nu. Uh, Playstation ziet die, zich, uh, die uh, uh, zich bezig is met de toekomst. Met, met, met de veranderende tijden. Namelijk ja. dat singleplayer games alleen niet meer genoeg geld op gaan brengen. Nou, ze moeten een platform gaan verkopen. Dus ze, ze moeten natuurlijk iets in de richting van Game Pass. En uh, het begint zich steeds meer... Uh, de contouren beginnen zich af te tekenen... Mm -hmm. van het einde van het Xbox Game Hardware-platform. Ja. Dus zometeen ga jij Game Pass kunnen live streamen op je weet ik veel op je LG televisie, op je Samsung televisie, op uh, weet ik veel op je telefoon, op van alles en nog wat. Mm -hmm. Je hebt die Xbox niet meer nodig. Dat is ja. in ieder geval de filosofie van Microsoft. Als Sony mee wil met die trend, en persoonlijk gezien, ik denk dat het een gigantische shitshow wordt. Mm -hmm. Ik denk dat dat, ik denk dat net als bij uh, weet je Apple Arcade, uh, Google Stadium. Uh, al die dingen die op papier zo fantastisch lijken, die geen druppeltje, geen grijntje gaming DNA hebben, mm -hmm. um, die gaan falen, die projecten. Ja. En, en hier gaat Xbox, die gaat ongekend de bietenbrug op als ze Xbox, uh, um, uh, Xbox als hardware platform uh, um, de nek omdraaien. Sony is van plan om exact hetzelfde te gaan doen. Waarom? God weet het. Weet je. Ik bedoel, ik denk dat Nintendo zo meteen gierend van het lachen in uh, Osaka over straat rolt. Ja. Als ze ziet wat die twee debielen, die twee krankzinnig gestoorde bedrijven zichzelf ja. aan het aandoen zijn. Die zijn ja. echt harakiri aan het plegen gewoon. En uh, Sony die heeft zoiets van, ja maar, maar uh, Xbox die is bezig met hun... Uh, uh, Livestreaming platform. Wij moeten dat ook hebben. Dus die beginnen gewoon als een gek te investeren. Die trekken geld weg bij hun first party titels. Iets wat iedereen altijd gezegd heeft: dat is het, het, het leven. Dus de levensader van PlayStation. Mm -hmm. Dat is die. Originele series high-end geproduceerde adventure games van PlayStation ja. die gewoon goed zijn. En mag niet uit wat voor genre ze zijn, of of je nou met lesbiennes uh, uh, de held van de vorige game met honkbalknuppels af wil maken, of met, met golfknuppels. Dat kan. Of dat je zombies wil knallen, of dat je een superheld wil zijn die aan spinnendraden rondslingert. Alles, Sony maakt het allemaal en die kwaliteit is steeds heel hoog. En Xbox laat dat liggen. En Sony heeft gewoon zoiets van ja, Xbox laat het liggen. Wij moeten dat ook laten liggen, want dat is blijkbaar een soort. Dat is een sleutel tot succes. Ja, nou ja, goed. Hier is een mooi plaatje van. Die kreeg ik ook vanuit de community. Want dat is ook een beetje mijn verhaal van er komen die single-player games die zijn zo ontzettend duur aan het worden. Terwijl ze eigenlijk relatief gezien niet een groot deel van de inkomsten. Dekken. Hè? We hebben het al een paar keer laten zien: 15-20% van de inkomsten van PlayStation komt op dit moment uit die first party singleplayer player avonturen, en 80% komt uit licensering, uh, micro sections, customization, bla bla bla. Third, en eigenlijk third party. Um, je ziet gewoon hoe dat voor een, een, een impact dat heeft, want je ziet in 2020 hadden ze 1, 2, 3, 4, 5, 5 vijf grote games. 2021 hadden ze zes grote games. Hier hadden ze vijf grote games. En dan in 2023 hebben ze vier grote games waar twee VR-achtig dingen. En zijn Hellriders, right? ja sorry, maar dat is niet... Dat, dat ga ik niet helemaal serieus nemen. Weet je, ik bedoel, dat is wat er aan de hand is. Dit probleem heeft Xbox ook. Het is gewoon fucking ja. moeilijk om dit soort grote games te maken. Maar Eens... ik weet ook niet helemaal of jij zegt het is allemaal zo duur. Ik snap dat je er veel geld aan uit kunt geven. Maar ik denk niet dat het per se duur hoeft te zijn. En je ziet dat maar het bij... gaat. Het, het is gewoon nog het rekensommetje van. wat moet er instoppen. Uh, een game als Spider-Man. gaat zo 200. Uh, tot 300 miljoen misschien wel in, mm -hmm. um, ik heb een mooi verhaal gelezen dat je dan eigenlijk uh, datzelfde bedrag voor marketing moet nemen, weet je wel, en dat moet je weer terugverdienen en die games verkopen uh, 10 miljoen 12 15, weet je wel. D um, ik ja, weet dat, dus niet, dat draait zo, uh, ja, precies, weet je wel, PlayStation ziet ook van die markt is aan het veranderen. Uh, er komt een hele generatie jongere gamers aan die gewend is met free to play, met, met service modellen, met goedkopere producten spelen whatever weet je wel. hoe ga ik die pakken en dus ga, schieten ze blijkbaar in een soort van kramp oké okay, dan moeten we nu moeten we gaan in daar was iedereen bang voor nu gaan we inzetten op live uh, op 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 service games weet je wel en we maar, krijgen maar de dus, nieuwe Zelda is de best verkopende game van het jaar twintig miljoen stuks in in uh, wil ik van ik ben, ik ben het helemaal twee, met je twee, eens weken ik ben het helemaal met je eens en dat is gewoon natuurlijk ook gewoon de consistente lijn en uh, PlayStation lukt dat dus niet met hun first party titels. Maar het is, maar het is hun altijd wel gelukt. Dat is het stomme. Maar nee, blijkbaar vertrouwen ze er niet op. Nee, maar kijk nou even naar dat lijstje. Je hebt gelijk, ja. vanaf 2020, vanaf dat Herman Hulst daar uh, de scepter zwaait, ja. zie je dus het probleem. Weet je, er is gewoon geen afwisseling. Het is gewoon zo ontzettend... Uh, uh, zwak. Weet je Kijk hoe, hoe dat vroeger was, man? In 2017, 2018. De hoeveelheden. Uh, dit waren de gloriedagen van de PlayStation 4. Weet je? Ja. Kwamen er echt. Maar dat is wel. Die diversiteit van, van maffen en gekken en rare games. Die is natuurlijk een beetje uitgehaald. Sean Lennon hmm. wilde dat heel graag. Nou, het, het is nu vastgepind op een aantal IP's. Die gewoon heel duur zijn. En ik snap het ook wel. Want mensen, ja, waar was de nieuwe game van Guerrilla? Die zijn er net mee begonnen. Dat duurt, dat duurt gewoon 3, 4 jaar voordat daar. Een nieuw horizon is, weet je wel, of uh, God of War is net af, ja, dat duurt een paar jaar voordat er weer. Ja. Dat gaat het probleem zijn. En dat probleem heeft Microsoft exact hetzelfde. Het duurt gewoon lang om dat soort games te maken, dan moet het ook nog in één keer goed zijn. Um, behalve dan dat PlayStation hier volstrekt van afhankelijk is, en Microsoft al heeft gezegd. Oké, okay, het gaat ons niet meer om, om de console en die blockbusters. Het gaat ons om Game Pass. Dus. Ja. Die, die kunnen wat meer zeggen van: Oké, okay, het zijn meer de Double A games die je bij ons gaat spelen. Weet je wel, de, de wat kortere games, de wat kleinere games, whatever. Dit het is echt een, een linkspel. En steeds meer uh, analisten zie ik dat ook zeggen van wat PlayStation nu doet, namelijk een groot deel van, het, van de oorlog kan stoppen in, uh, in, 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 in ja, Gaas noemen ze daar, Games as a Service uh, mm. games is Gewoon heel gevaarlijk En als ik zag wat ze nou mee kwamen, weet je wel? Die ja, je hebt meegekeken, die Splatoon-achtige. Ja. Het is gewoon een fucking rip-off, weet je Wa ja. waar? Is PlayStation met vernieuwing een marathon? Weet je, Bunchie heeft dan hun allereerste game die, die ze toen niet hebben gemaakt, hebben ze nu dan toch maar weer een ja. soort van opgepoetst en vervolgens gaat Bunchie ook nog eens een keer tegen Naughty Dog zeggen: Nee, wat je maakt is gewoon niet tof. En ik denk bij mezelf. Ik denk dat, dat, dat Naughty Dog best wel een goede multiplayer kwam. Ik denk dat Bunchie heeft gezien: van oké, okay, maar dit is wel een leuke multiplayer. Maar je kunt hier gewoon geen geld mee verdienen. Het is gewoon hartstikke leuk. Maar mensen gaan niet involved raken met customization en dit en dat. En dus moeten we het niet hebben. En om heel eerlijk te zijn, Sony heeft dat eerder geprobeerd. Die hebben toen een multiplayer released van Uncharted, volgens mij. Uncharted 4, ja. ik, ik weet niet eens meer wat het was. En uh, uh, ik weet nog, dat was heel belangrijk en iedereen moest dat spelen. En het was echt geen, weet je, het was net leuk voor een uurtje, weet je. Het mm -hmm. was gewoon net niet goed gedaan. Maar dat is een ouderwetse multiplayer. Er zit een deathmatch en een capture. En wat gaas natuurlijk is, is van dat je de hele, net zoals Wars dan constant maar weer gepusht wordt. van, Oké, okay, dan moet je weer nieuwe wapens kopen. Oh, reset, weet je wel, alle wapens zijn weer nul. Ja. En oh, deze wapens hebben we nu. Oh, fuck, die moet ik ook weer kopen. Ik denk dat Naughty Dog te puristisch is om, om dat te kunnen. Maar die is... wereld leent zich er ook niet voor. Ja, ook niet op die manier. Nee. En dat, dat, dat is het lastige. Dat, het, dat soort dingen moeten organisch ontstaan vanuit die games. Weet je? En dat ja. heb je gezien bij... Weet je, Fortnite is een goed voorbeeld. Dat was Fortnite was gewoon een game op een disc uh, uh, en het was nog een slechte game ook. Het stelde geen reet voor en uh, die developers waren zo pissig dat dat niet werkte. Dat ze gewoon PUBG hebben gekopieerd, daarin hebben gebouwd en het is een gigantisch succes geworden. Ja. Um, bij, vanuit Call of Duty kwam eigenlijk een soort van, oké, okay, we kunnen dit ook op die manier doen. Want Call of ja. Duty ook zo'n ongedefinieerde wereld is eigenlijk. En dat um, Um, als je dat op die manier doet, dan, 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 dan heeft dat kans van slagen. Mm -hmm. Maar je concurreert wel met, tegen de hele wereld. Weet je. Het is toeval dat het werkt. Ja. En daarna is het ook lastig om, de, om het publiek vast te houden. Want die willen steeds iets nieuws. En, dat, um, en wat Sony gaat doen, ja, die neemt gewoon een bestaande IP's. En uh, weet je de spanning die je hebt, weet je, als je eigen bukt zit, als de 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 weet ik veel en of andere zombie uh, uh, voorbij uh, kruipt ja. en, en jij bent verstopt, dat is soort spanning leent zich gewoon niet voor multiplayer nee, 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 shit. Dat is nee, geen shooter actie. Dat is een beetje die Ubisoft aanpak, weet je wel? Ja. we hebben die IPs en dan gaan we alles in doen. Maar echt, ik wil ook geen uh, uh, hoe heet het uh, battle royale game met Assassin's Creed spelen. Dat nee. wil ik helemaal, Dat is niet wat Assassin's Creed is. Nee. En dat, dat het vervelende daarvan. En ik snap ook wel het probleem wat Sony heeft, want ze ze moeten iets. Ja, weet je. En die, die games die ze hebben, het is zo uitgekoud. Weet je. Ik bedoel, hun enige grote succesgame, uh, The Last of Us, die is nou echt serieus. Die is, die is zo afgelikt. Weet je. Ze gewoon helemaal uitgehold. Weet je. Zo afgelikt is dat. En ik denk dan van. Als je dan iets nieuws gaat, je moet nieuwe IP's gaan ontwikkelen. Je mm -hmm. moet nieuwe dingen. Je moet, je moet de gamer verrassen. En wat zij aan het doen zijn, is het tegenovergestelde. Spider-Man 2. En dan gaat dan, inderdaad, je hebt gelijk. Daar gaat dan waarschijnlijk gewoon 300, 400 miljoen tegenaan. 6, 7 jaar lang ontwikkeltijd. voor fucking Spider-Man 2. Weet je? Terwijl ja. de hele wereld al een beetje Marvel-moe is geworden. Nee, ze komen zij nog aan met een met gigantische. Dat, dat is het probleem, hè? Die games zijn zo lang in ontwikkeling. <tie> van, op het moment dat de piek van Marvel is twee jaar geleden bij wijze van spreken. Weet je, zelfs Koos, die vindt het nog steeds vet, maar die zei wel van ja, dat ja. heb ik al in het vorige deel kan Nee, maar ik, ik dat had ik ook van. Ik had echt verwacht ze komen met, met iets 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 jaw dropping, weet je, een nieuwe IP. Maar dat is het stomme. Weet je, Sony heeft. Ik denk dat er weinig andere uitgevers zijn die zo'n gigantische back catalog hebben aan vette IP's. Ja. En uh, weet je, dingen zoals Days Gone, die gewoon, ja, dat ligt dan gewoon op de plank. Weet je, dat doen ze dan niks mee. Uh, nou ja, goed, oké, okay, misschien hebben zij bedacht van nee, maar Spider-Man wordt veel vetter. Maar dat vind ik gewoon een gebrek aan visie. Weet je, mm -hmm. dat je, als je dan al je geld op Spider-Man 2 inzet, dan denk ik van dat is niet heel visionair. En dat je dan vervolgens gaat, uh, gaat inzetten op hele de zwakke, die Weet je, inderdaad zoals die Splatoon rip-off. Ik vind het ook grappig dat we het steeds de Splatoon rip-off noemen en niet die, hoe die game werkelijkheid. Ik zou het niet eens weten meer hoe die werkt. Maar daar um, uh, zie je gewoon van ja, dat is een gebrek aan visie. En ik ja. denk eerlijk gezegd het spijt me, maar dat is waar Herman Hulst verantwoordelijk voor is. En ik vind het toch gewoon raar dat die kerel niet dezelfde frisse uh, drive naar vernieuwing die bij Guerrilla ja. wel heerste. En ik weet nog dat wij daar over de vloer kwamen een uh, aantal jaren terug. En de sfeer was fantastisch. Weet je, die gasten ja. hadden allemaal, waar ik Top of the World. Die dachten allemaal dat ze bezig waren met vette shit maken. En dat waren ze ook, weet je. En ik bedoel, dat, daar hing gewoon een hele bijzondere energie. En ja, als je nu kijkt, Herman Ulsen is weg. De Smets is weg. Dat, dat waren de twee die die, die studio grunden natuurlijk. En um... Ja, nu moeten ze dat bij het playstation doen. En dan lukt dat niet, weet je. En het zou natuurlijk om ja. omdat de hele wereld zit te kijken. En ze heel erg boven de radar zitten. En ze precies een jaren ja, tijd hebben om het allemaal veel beter te maken. Heel moeilijk. De, de, maar. de, de vraag is nog steeds, en had ik het vorige week ook met... Uh, met Koos of met, 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 met Jasper over. Wie is uiteindelijk de baas? Ik bedoel, Herman kan natuurlijk heel veel willen. Maar als hij niet de vrijheid krijgt om dat te doen wat hij goed acht. Ik denk dat hij wel de baas is. Oh, Oké, okay, nee, ja. dan, dan is het zijn fout. Want ik, ik merk heel erg bij Nintendo altijd van... Ik zie bijna nooit dat zakelijke van hun, weet je. Ze, ze doen wel hun aandeelhoudersvergaderingen, weet ik allemaal wat, maar ik, ik heb altijd het idee dat het gamers zijn die weliswaar een hele eigen taste hebben voor games. Hè. Ik bedoel, ze maken een heel specifiek soort games, maar ze houden daar wel heel erg aan vast. Het is nooit... En hier heb ik het heel erg het idee van opeens die generieke zo van, oh fuck, uh, we moeten gaasgames maken. Uh, en dan komen ze met drie totaal inwisselbare games. Uh, terwijl er al zoveel is, dan denk ik van... daar reageert gewoon ergens een spreadsheet manager. Die zegt van, er moet geld binnenkomen. Gaas jongens, dat is kort. Kijk, maak voor mij even drie van die games. Maar weet je als wat? jij een goede manager bent, dan luister je daar niet naar. Dat nee, klinkt heel stom. En ik denk dat hij dat dus niet durft. Maar dat, 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 dat ik denk dat dat inderdaad aan de hand is. Ja. En als jij uh, uh, verantwoordelijk bent voor, voor, voor wat dan ook. en iemand zegt tegen jou van je moet het op deze en deze manier doen. en je luistert naar. dan neem je niet zelf de dan schrijf je toch die verantwoordelijkheid ja, dat, weer ja. weg. En dat is wat hij aan het doen is. En ik, ik, denk, ik denk dat hij erop terug gaat kijken. en denkt van ja, dit is een grote fout geweest. Ik mm -hmm. denk dat Sony echt schade aan het oplopen is. Uh, ook omdat die console is gewoon fucking duur, weet je. Ik bedoel, eindelijk ja. ligt die shit bij de mediamarkt. Ik, ja. was, ik was bij de mediamarkt in gewaard. Daar liggen die dingen gewoon. Playstations liggen gewoon 5,49. en rare ja. prijzen ook. En ik, ik stond er bij mijn hand. Ik had er zoiets van, nou nah, nee, oké, okay, laat maar. Weet je, want ik heb nog steeds niet een game die ik daarop zou willen spelen. En maar, dat komt nee, ook... Ja, en en ja. dat heeft twee redenen. Aan de ene kant, ik heb een Xbox Series X. Die had ik toevallig ooit een keer wel kunnen kopen. En daar ben ik heel blij mee. Maar... Om heel eerlijk te zijn, mijn PlayStation 4 Pro, die dit shit ziet er nog prima uit. Nee, weet nee. Je. En alle games die uitkomen, die PlayStation 5 komen ook uit op PlayStation 4 Pro. Sterker nog, ik koop gewoon back-catalog games voor, ja. uh, voor 5 euro, voor 10 euro. Weet nee, je, ja no ik, ik heb wat ik zeg van: het is dat de, de Series X bij mij uh, thuis staat uh, van, van de redactie. Maar ik heb voor beide consoles op dit moment geen first-party incentives om ze allebei te kopen. En dat is eigenlijk krankzinnig na twee, drie jaar. En dan kun je wel komen van ja, maar er zijn toch wel een paar leuke. Het gaat me niet om een paar leuke games of toffe games. Het gaat me om elk jaar weer constant die stroom van kwaliteit. En beide lukt het niet. Eén dingetje nog. vond ik ook echt serieus bizar. En nu ik er meer onderzoek naar heb gedaan, vond ik het helemaal bizar. Project Q. Okay. Project Q, dat is die handheld. Ja. Uh, ten eerste, als Sony altijd met, met, hand, met, met nieuwe hardware kwam... dan zat dat minimaal in het midden van het programma. Liefst nog aan het begin. Weet je, daar werd trots over gebracht. En nu... Oh, Afgelopen. Oh nee, we hebben nog wat. En toen kwamen ja. die Airbuds en, en Project Q. Toen dacht ik van: oké, okay, leuk. Weet je wel, ik snap het. Iedereen gaat nu opeens weer hybride handheld. Deze kan je niet mee naar buiten nemen. Deze nee. shit kan je alleen maar gewoon aan je. Dit is gewoon een fucking Wii U. Ja, nee, het is een. En dan komt nu ook het verhaal dat die maar vijf, vijf uur, dat is een gerucht nog, hè? vijf uur uh, batterij duurt. Ja, maar he? dit dat hebben ze is... allemaal net als de, de, de Wii U, of de, sorry, de, de Switch heeft ook. Maar wat dit is PlayStation. PlayStation ja. komt van: oké, okay, je zit in je huiskamer en als je dan moet kakken, kan je dan. Waarom moet ik in hemelsnaam een scherm thuis hebben waar ik niet mee naar buiten nee, kan. Het, ja. omdat de, de, technisch omdat het streaming only is. Ja. En dat is gewoon het probleem, weet je. Ik bedoel die shit werkt zelfs met 5G. Ja. Uh, en ik kan me niet voorstellen dat het niet werkt, want 5G zou wel moeten werken, maar ze hebben dat dan gewoon niet ingebouwd, want, dan weet ik veel? Ja, of ik, misschien wel, weet ik. Het ik, is in ieder geval onduidelijk nu nog. Het is heel onduidelijk, ja. ja. Dus dan moet je dat aan je wifi hangen. Nou ja, dat is logisch. Dat je naar buiten loopt is het weg. Dus ja. dat werkt niet. Het is streaming only. Je kunt er niet een game in doen, weet je. Je kunt er ja. niet een disk in doen. Je kunt er niet een game naartoe downloaden. Uh, Waarom? Omdat dit is, dit is de, de, het voorstadium van hun streamingstrategie is. Ja, nee, dat, dat, dat zou kunnen, ja. ja. Dus dit is. Zometeen ga je een, een Sony-televisie kopen. En dan kan je gewoon PlayStation, uh, weet je, TM-games op streamen. En dan hoef je alleen maar een PlayStation-controller te hebben. En dan teken ja. je, je dat in je televisie, weet ik veel. Maar het zo. Wordt liefdeloos en inderdaad ook zo onduidelijk in de markt gezet, want inderdaad het is het, iedereen zit erbij, ja nee, volgens mij kun je dan wel, als je, als je stabiel wife hebt, kan het wel, en dan zegt, nee, het kan alleen maar als het, ja, het moet, het moet, het, het, uh, het, het moet echt aan je Playstation 5 Wat is dat nou voor aankondiging dan? Oh ja, we hebben ook nog twee devices, weet je, die AirBuds vind ik best wel tof, maar wat is er speciaal van? Het werd gewoon getoond, geen prijs erbij, geen ding, het was zo'n rare showcase en ik ja. denk, dan komen mensen naartoe van ja maar er zat toch best wel een paar leuke games in, maar dat gaat niet om. Want kijk, smaaktechnisch zitten er echt wel dingen bij die ik wil spelen. Het gaat mij om van een showcase is je uithangbord voor je bedrijf. Ik bekijk dat voor de piepshow zakelijk. Ja. Dit is van, dit zijn wij en je moet bij ons blijven. Want kijk en maar iedereen is... had zoiets van oké okay, ja nou, weet het eigenlijk niet. Misschien toch makkelijker proberen. Ik denk dat ze zelf ook heel onzeker zijn geworden. En het, uh, ja, en het, het, het is bizar hoe dat heeft kunnen gebeuren. Want uh, die de PlayStation 4, echt serieus, dat is één groot zegen, toch? Vanaf het moment dat hij gelanceerd werd, hij werd gelanceerd met een concept. Dat het ja. concept klopte: het ging over Twitch, het ging over met z'n allen: het, het share-to-play, die, die hele shit. Uh, dat werkte conceptueel gezien. De, Prijspoint was daarmee hebben ze Xbox echt serieus de voeten onder of de benen onder hun lijf getrapt, eh, doordat ze 100 dollar goedkoper waren. Uh, uh, eigenlijk vanaf begin tot eind, gewoon een stroom van goede titels, mm -hmm. niet alleen first party, maar ook heel erg third party. En uh, zij dachten, gewoon van ja, dat is allemaal vanzelf gekomen. Kijk, al die mensen die dat hebben gedaan, die zijn natuurlijk weggegaan bij Sony. En uh, er zit een nieuwe generatie in denkt van ah, dat succes, daar bouwen we gewoon op voort. Dat komt vanzelf. Ja. Dat komt dus helemaal niet vanzelf. Daar zie je gewoon van als je dat niet van. Hoe noem je dat? Een soort van meticulously. Dat je dat echt tot in de, in de puntjes goed voorbereidt en produceert. En zorgt dat al die games klaarstaan. Dat alle third-party games die goed zijn, dat je die op een of andere manier koppelt aan je merk. Ja. Dat je dat goed presenteert. En dat je daar. Uh, nou ja, als je dat allemaal niet doet, dan, uh, uh, dan krijg je dus dit. En dan ja. krijg je ook die rare hardware. Ik bedoel, wat is dit nou voor shit? Ik vond de PlayStation VR vond ik al slecht in de markt gezet. Ja, ja. Maar dit, dit slaat werkelijk alles, weet je. Ik bedoel, het is... Uh, ja, het werd ook niet met... Die, zelfs dat PlayStation VR segment werd niet echt met heel veel bravoer uh, gebracht. Nee, nou, dus dat, dat was, was de de kut kut te Bijvoorbeeld kwam Er kwamen een games... En, um, maar het kan ook niet. Want het is, een, uh, ik bedoel, een VR-beleving. Ja, nee. Kan je niet op zo'n showcase even laten zien? Dan moet je een aparte showcase voor maken. Right. En dan op een of andere manier hopen dat je dat ook in VR kunt streamen. Weet ik Dat mensen kunnen meekijken. Weet ik veel zoiets? Ja. Want dit, als ik een PlayStation VR 2 zou hebben, wat ik niet heb. Maar als ik het zou hebben en ik zou er naar kijken, dan had ik zoiets van, ja, oké, okay, Arizona Sunshine. Nog een keertje, weet je? En ja. uh, dat was dan het hoogtepunt. Ik wil, shout out naar Vertical. Leuk dat ze dat uh, gedaan hebben. Uh, uh, en, en die studio is goed bezig. Ik zeg daar niet van. Maar um, ik weet het niet man. Ik wacht nog altijd op een, een, een killer-app voor, ja. voor een, een VR-headset. Nee, um, bizarre. Uh, wat ons betreft, is het een vrij bizarre uh, en, en matige showcase. Uh, ik, ik had al het idee van oké, okay, maar Xbox kan gewoon niet meer terug. Maar ja, nu is er in één keer toch weer een soort van deurtje open. Van als hij wel met een vette showcase komt, met wel veel game, maar ook bijna alleen maar CGI's, weet je wel, nauwelijks gameplay. Uh, Zoveel vragen. Um, ja, ik, ik ben heel benieuwd hoor. Ik ben heel benieuwd wat, wat Xbox. Wie weet krijgen ze hier weer een soort van boost van het moraal van? Um, misschien gaan ze het aanpassen nog op het laatste moment. Uh, Summer Game Fest. Um, zeggen ze toch ook dat er wel een aantal mooie dingen gaan komen? Uh, Ubisoft ben ik ook heel benieuwd naar. Je gaat het allemaal gewoon natuurlijk bij ons kijken tijdens de Bar Weinig E3-periode. Hey, gaan we even naar wat andere kleinere dingen toe? Um, de Embracer Group. Oh, ja. Uh, uh, ja, dat is ook wel interessant. Um, die, hebben een, uh, uh, die hadden ook natuurlijk weer hun, hun, hun aandeelhoudersmeeting. Uh, en uh, dan geven ze altijd een rapportage. En daar waren ze heel eerlijk in. Want ze zeiden van: uh, wij, hebben, um, wij hadden een deal. En die deal uh, die zegt. Included more than 2 billion. Dus of miljard. In contracted development revenue. Dus ze verwachten dat ze dan daarmee 2 miljard aan inkomsten. Verspreid over zes jaar zouden binnenhalen. En uh, alles was al een kannenkruiken. Het stond klaar om aangekondigd te worden. En op het laatste moment heeft dus blijkbaar. We weten niet wie het is. Heeft zich uit deze onderhandeling uh, getrokken. En uh, dat, betekent, dat betekent dus uh, dat hun hele vooruitzichten voor het komend jaar. Uh, een stuk minder zijn, Want Ze hebben ook gezegd we verkopen toch echt wel minder games. Uh, net als uh, wat Take Two heeft gezegd van uh, mensen zijn behoorlijk picky door de recessie. Ze kopen eigenlijk alleen nog maar de grote blockbusters. Nemen weinig risico's meer. Of, maar goed, ja. eventjes hierover. 2 miljard. Wat het, wa, waar we het over, geld? Nou, nou ja, waar we het over hebben is dus dat uh, de Embracer groep die dus al die studios gekocht heeft, zou dus in opdracht van een derde partij uh, games ontwikkelen voor een bedrag van 2 miljard. Ja. Jij zegt, zijn net al van, um, stel uh, uh, Spider-Man 2 heeft een uh, budget van 200, 300 miljoen, zoiets. Dat betekent, dat is met je 2 miljard, dat je dus uh, het hebt over tenminste 10 van dat soort enorme blockbuster games. Ja. Tenminste 10. Welke partij zou in staat zijn om 2 miljard uit te geven aan tenminste 10? Maar hebben ze niet over 2 miljard aan in inkomsten? Nee, ze hebben het over, uh, ik ga nog maar een keer terug naar je tweet. Even kijken hoor. Even kijken daarboven, boven. Hier. The specific deal included more than, dus ook nog eens een keer: meer dan USD, 2 billion in contracted development revenue over a period of 6 years. Mm -hmm. Met andere woorden, zij zouden voor 2 miljard games ontwikkelen. Over een periode van zes jaar. Okay. Dat is wat hier staat. Uh, dus los van dat hun games minder verkopen, was dit een mooie inkomstenbron. Want ze worden gewoon ingehuurd om games te maken. Ja. Prima. Maar welke partij heeft er in godsnaam 2 miljard op de plank liggen. om uit te geven aan misschien een stuk of 10 AAA-games die door Embracer Groep um, uh, ontwikkeld zouden worden? En uh, ik ga hem ik ga beantwoorden. Jij gaat wel opnieuw hier kijken. Ja, nou, nou, ik, ik heb ook wel een idee, maar nou, noem het. Ik, 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 ik denk niet dat we in de traditionele sector moeten zoeken, maar meer richting Amazon, Apple. Nee, ik denk dat we het hebben over Microsoft. Want we hebben ah, namelijk al een keertje eerder uh, besproken dat Microsoft heeft een ontzettend deel, uh, groot deel van wat er bij hun op de balans staat, mm -hmm. de cash die bij hun op de balans staat, staat in Europa op de balans. Ja. En dat heeft een uh, uh, Microsoft zit in Ierland. In Ierland daar hebben ze een deal met de mm -hmm. Belastingdienst. Uh, maar het probleem is, als ze dat geld naar Amerika zouden overmaken, dan uh, moet je, moeten ze de belasting over betalen. Dus ze hebben er geen zin in. Dat betekent dat ze het ook moeten uitgeven. Ja. Het liefst in Europa. Dus wat doen ze? Uh, bijvoorbeeld. Minecraft was, uh, weet je, Mojang, de studio van Minecraft, dat was uh, kostte toen 2, 2 of 3 miljard, zoiets, weet ik wel. Uh, of 4 miljard zelfs. Dat, dat hebben ze toen in één keer gedaan. Cash, gewoon fuck het. want ze hebben dat geld in Europa. Dat is geen probleem. Nou, een Group lost dat probleem voor hun op. Sterker nog, iedereen had zoiets. Hoe komt een Group in godsnaam aan hun funding? Waar komt dat ja. geld vandaan? Weet je, dat, ze halen dat allemaal niet, niet per se op de aandelenmarkten op, weet je. Er zitten gewoon grote investeerders op, maar echt miljarden ja. gaat het over. Um, dit zou heel goed kunnen verklaren wat er aan de hand is. Namelijk, Microsoft uh, heeft geïnvesteerd in die embracer groep, in die overnames van al die studios, omdat ze, als ze het zelf doen. Kijk wat er met Activision Blizzard gebeurt. Mm -hmm. Krijg je al dat gezeik. En Embracer Group is een fantastische uh, partij. Die zich uh, etaleert als een soort van ja, een, een soort van, van alles van ja. de gamesindustrie. Dus als Microsoft met een paar miljarden aanbelt bij de Embracer Group. Zegt van luister, kunnen jullie hier wat leuks mee doen? Dan zegt ze, Ja, en dan kopen we die en dan kopen we die en dan kopen we dit en dan kopen we dat. En dan gaan we triple E games maken. Allemaal voor de Xbox exclusief. Ja. Dat was een hele logische deal geweest. Maar waarom zou Microsoft eruit stappen? Waarom was Phil Spencer zo depressief? Wat, wat ja. is er aan de hand bij Microsoft? Dat is de grote vraag. Wat is er aan de hand bij Microsoft? Het is natuurlijk een, een soort van uh, achter de hand. Op het moment als Activision Blizzard klapt. Het klapt nu duidelijk niet. Want uh, het lijkt toch ook op dat de FTC het goed geroed gaat keuren. En je ziet nu ook dat intern vanuit de politiek nu de CMI wel heel erg onderdrukt. Oh, die ben ik helemaal vergeten. Kwam ook nog naar buiten dat een van de mensen die het hardst heeft gelobbyd, of binnen de CMA ook werkt, mm -hmm. die het felst tegen de deal was, dus een advocaat was voor Sony. <laughs> ja, dat soort dingen gaan allemaal Maar in ieder geval, het zou best wel kunnen dat de CMA toch een beetje gaat terugkrabbelen, van we zijn de enige in de wereld, dat is een beetje weird, weet je ja. wel. Um, dat ze iets hebben van oké, okay, nu die deal gaat door, uh, dan hoeven we dat ook niet te doen. Ik denk, ik denk niet dat dat het is. Want, nee. want om heel eerlijk te zijn: ja, 2 miljard uh, is niks, natuurlijk. Daarom, het is niks voor Microsoft. Nee. Ze hebben 8 miljard voor Bethesda. Er komt geen fucking fatsoenlijke game uit. Weet je, ja. ik bedoel, uh, laten we hopen dat uh, uh, Starfilter moeite waard is. Maar goed, anyways, um, 2 miljard is niks voor Microsoft. Maar waarom trekken ze de stekker eruit? Ja, en uh, dat is voor alsnog gewoon totaal onduidelijk. Want ja. um, wat voor de hand ligt is dat iedereen ziet een recessie aankomen en uh, weet je, dan hebben partijen zoiets van ja in tijden van recessie. Um, uh, Zouden consumenten gewend zijn of misschien geneigd zijn om minder geld uit te geven? Maar er is één hele grote maar: dat die gamesindustrie en entertainment in, in een bredere zin is altijd redelijk sessieproof ja. geweest. Ja. Omdat als mensen, zelfs al verliezen ze hun baan, ze stoppen niet met gamen, ze hebben nog steeds tijd. Ik wil ze lenen altijd wel echt 50, 60 dollar. Ze gaan misschien niet een nieuwe PlayStation kopen of een nieuwe Xbox of weet ik wat. Maar juist een, ja. een product als Game Pass kan daar moeiteloos op inspelen. En dat. Um, ja, ik denk dat daar toch, er is toch iets raars aan de hand bij Microsoft. En die, 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 die half huilende Phil Spencer, <laughs> je moet dat niet onderschatten. No. Daar is echt serieus dat iemand van dat formaat, we hebben dat gezegd hier in de Piepshow, en ik ga het nog een keer benadrukken. Iemand op zo'n positie, van dat formaat, iemand die in het management team zit van Microsoft, die ronduit negatief is over zijn eigen bedrijfstak, ja. dat is. Ongekend. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet aan Amerika. Dat gebeurt gewoon. Misschien was Eigenlijk dat al net één of twee dagen nadat het gebeurd is, dat het management heeft gezegd, we gaan het niet doen. Ja, maar er is meer aan de hand. Want ja. ik denk die 2 miljard, dat zal pijn. Dat, het is kut, want hij had waarschijnlijk tien games daar uh, ja. in de planning staan voor de aankomende paar jaar. Als dat wegvalt, misschien hebben ze wel naar Sony gekeken en dat is iets van, luister, we hebben intern bij Sony uh, achterhaald dat die ook helemaal geen flikker aan het doen zijn. Ja, en hoeven wij... Misschien hoeven wij ook, uh, gaan we die 2 miljard gaan we wel ergens anders naar? We moeten wel kijken. even kut blijven doen. Ja, daarom, inderdaad. Het moet wel net zo, uh, zo slecht uh, uh, als Sony. Uh, 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 Eén ding wat er dan gebeurt, dat is wel interessant, en Brazier... Ja, dat, 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 was, dat was wel iets waar mensen toch wel uh, positiviteit in zag als het om het aandeel ging. Het is wel eigenlijk al uh, vanaf een jaar al een beetje achteruit aan gaan. Maar je ziet hier dus, hier gebeurde het, het, het stijl. Het is nu feitelijk, ligt het rond 21 en het was hier gewoon nog uh, meer dan vijf. Het is gehalveerd gewoon in een ja. paar dagen tijd. Ja. Ja. Dit is een, uh, uh, dit soort um, uh, marktbewegingen zijn echt, uh, dit is echt vrij zeldzaam. Ja, en ik moet je wel zeggen dat um, uh, ik, is dit actueel. Ja, dit heb je nu. Actueel. Ja, ja, ja. ja. Um. Je ziet ook dat er een gigantische. Die, 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 die rode staafjes, dat mm -hmm. is, uh, dat is het, uh, het volume van verkoop. Ja, en dat groene is het. Uh, dus je ziet ook nadat die prijs al laag gaat, is iemand ook ontzettend aan het kopen. Ja. Dit is er echt een. Ik bedoel, elke beursanalist kijkt hier naar en heeft zoiets mm -hmm. van wat de fuck is er aan de hand. Die gaat uh, onderzoek doen en die ziet dat er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand is. Ja. Want Embracer is nog steeds een, een, een ontzettend diverse partij. Binnen een segment wat Recessieproof is snap ik, maar er is één ding natuurlijk wel dat Embracer ongelooflijk snel gegroeid is en en vooral ze hebben heel veel gekocht en ja. ze moeten het natuurlijk nog wel bewijzen. Hè? Ik bedoel, Dying Dead Island 2 heeft het aardig gedaan. 2 miljoen volgens mij verkocht, ja. niet super. Uh, Saint's Row was natuurlijk een beetje een poedel. Ja, dat was ook. Uh, dus en op het moment dan, dat dan zo'n zo'n zo 2 miljard deal wegvalt. Kunnen mensen denken oké, okay, fuck. Weet je, jullie hebben al heel veel gekocht, gekocht, aangekocht en jullie hebben heel veel beloftes doen jullie. Maar ik vind het nu toch wel een beetje griezelig worden, weet je wel, van uh, of ik wel geld terug ga krijgen voor mijn, mijn investering. En dat is. Hij zijn dus blijkbaar hier in één keer gewoon toch het vertrouwen verloren. En nu gaan mensen inderdaad dan weer. Hè, dan komt de reden weer een beetje terug. Uh, de paniek is weer een beetje uit de tent. En dan zullen er altijd, altijd weer uh, bedrijven zijn die nou, okay, dacht. De, de, deze correctie is te laag. Dit ja. is, uh, de, de, ik wil uh, geen beleggingsadvies, maar dit is. Een Aandeel uh, uh, wat interessant is voor deze prijs. Ja, um, ga ik meteen naar een ander uh, uh, verhaal over aandelen? En dit vond ik ook wel leuk. Um, NVIDIA, um, ja. NVIDIA, jongens, dames en heren. Dit is het aandeel van NVIDIA op dit moment. Uh, het gaat heel langzaam steeds meer omhoog. Het is nu bijna zover dat zij tot een illustere groep gaan horen. Uh, ik, volgens mij, uh, als je een bepaald een bepaald bedrag waard bij, hè? dat is de Microsoft en de Apples, dat zijn er geloof ik maar een stuk of zes. Um, ja. En dit schijnt allemaal te maken te hebben met AI. Nvidia ja. is de enige partij op dit moment die de chips kan leveren die nodig zijn om al die AI shit te gaan laten draaien. En AI, dat denkt bijna iedereen gaat de wereld beheersen. Dus daar ja. gaat ontzettend veel vraag naar zijn. En dit is dus een bedrijf dat, uh, las ik, 30 jaar geleden of zo, uh, vanuit een, 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 zo'n zo prachtig zolderkamertje of een schuurtje is opgericht door één gast. Ja, ja, vet. Die nu inmiddels de, een van de rijkste mensen ter wereld is. Vet. Uh, nou, ik gun het hem van harte. Ja, is dit iets waar jij in zou investeren? Het is natuurlijk al vrij nieuw nou, nu handel. niet meer. Maar nee. het, uh, kijk, ik, 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 dat, dat heb ik ook. Ik, ik denk dat AI. Uh, daar zit ook ontzettend veel hype omheen. Mm -hmm. uh, die hype moet eruit. Uh, ik denk niet dat. Ik denk dat hij hier een gigantische impact gaat hebben op de wereld. Daar niet van. Uh, maar um, dit is gewoon. Uh, iedereen die op de band wordt springt. Ja. En uh, mensen die met die mentaliteit erop springen, springen er wel, ja, die beginnen, springen er ook snel weer af. Dus uh, het zou kunnen zijn dat, uh, weet ik veel, dit aandeel gaat vast nog wel een keertje naar 4,50 of misschien wel 500 ja. dollar, weet ik veel. Maar het betekent ook dat zodra er iets tegen zit, dan kan dit ook heel zwaar naar beneden uh, corrigeren. Dus uh, dit, is, dit is gewoon, ik, ik vind dit risico. Ik, ik, ik ja. weet het niet. Dit, um, ik weet ook niet wat ze. Uh, oh, ik dacht, ga even kijken naar een jaar. Uh, oh ja, kijk, nou, hier zie het beter, sorry. Ik had het even aan keer... AI uh, spurt. Die ze ja, dit, dit is uh, ja, dit is heel erg fijn als je hier aandelen in hebt. En het is ook heel erg fijn voor deze uh, eigenaar, want die krijgt elk jaar weer gewoon bonussen en bonussen en bonussen en bonussen. Ja, het, het is, is bijna een trillion dollar <laughs> company. Ja, dat is interessant, maar ik denk dat dat uh, ik denk dat het een beetje overvalued is. Uh, ja. Zeker als je kijkt dat die in het eerste kwartaal van 2023 was een aandeel nog 150 dollar waard. Uh, en nu zitten we dus bijna tegen de 400. Uh, dat is te veel. Uh, uh, dit aandeel dat heet, het is overboord. Dus het is te veel gekocht. Uh, je gaat hier ook een correctie naar beneden zien. Ja. Dus uh, dit is uh, <laughs> zeker als je zo'n pijl omhoog ziet erg risicovol om nu in te stappen. Ja. Um, gaan we even toe naar uh, onze verzameling? Uh, de verzameling excuses van uh, uitgevers die een scheidgame op de markt brengen. Ja, ja we hadden er weer een: Lord ja. of the Rings Golem. golem. Um, het is het wordt... een echte golem, ja. is het van een game? Ja. Die wordt gezien als de allerslechtste game van dit jaar. Uh, is het de bugs of is het gewoon echt Het is, echt alles. Een het is bugs guy. en dingen en het, het, niemand heeft het idee van wat ben ik hier aan het doen? Waarom is dit leuk, weet je wel? Ja. Uh, nou goed, en dan kwam hij dan weer vier, vijf dagen na uh, uh, dat iedereen het kut vond en niemand het koopt. Dear players, would like to sincerely apologize for the underwhelming experience many of you had with the blah, 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 blah. Ja. Ik, Dit is echt, sorry, maar dit, dit uh, misschien... Zie ik het niet goed, maar dit, dit heb ik vroeger nooit gezien. Als een game kut was, was het gewoon kut. Ja, omdat je er niks meer aan kan doen. En, en nu, nu, iedereen... nu hebben ze toch dan de hoop. Want, ja. want al dit soort projecten, die hebben dan een soort van: dan hebben ze een, een soort, soort, soort spreadsheet. En dan zeggen ze van nou, in de eerste paar weken gaan we dit verkopen. En daarna dat. En dan komt die patch en deze update. En, en dan gaan we live en live service game uit, bla, bla, bla. En dan hebben ze een plan van een paar jaar liggen. Ja. Dat gaat natuurlijk allemaal direct de rollenbak in op het moment dat die launch ook kut is. En dat willen ze dan nog recht bij. En daarom. Kijk, ja, we zijn onze development team is druk bezig. Nee, man, jullie development team zit aan de Prozak. Heeft er geen zin meer in, is jaren bezig is met zijn schuitgame. Ze hebben het ook duizend keer gezegd en niemand luistert naar. <laughs> en zes uh, keer uitgesteld. Daarom de helft van het team is lang weg. En, uh, nou uh, het, de... het grappige is dat Dedelic uh, dus een, uh, een, een, een subsidie heeft gehad van de, de Duitse regering, uh, van de Duitse overheid ja. om nog een Lord of the Rings game te maken. Ja, ja. Het, het is bizar. Ik ben bezig met een item, maar daar moet ik wat meer research voor doen over hoe dat nou werkt. Hè? Want mensen zeggen iets van. en dat had ik eerst ook van, maar waarom breng je het dan uit? Het is toch hoe raar dat King nog beter om een game die gewoon echt helemaal kut is en niet af is uit te brengen? En dan, uh, dan het helemaal niet uit te brengen. Want op een of andere manier, het gaat om die eerste paar dagen. De review krijgen, we ook heel erg laat. Weet je, of je ja. weet maar nooit. Er zijn toch weer mensen die denken: Lord of the Rings. Ah, wat vet. Maar het is ook It's... een ding. Kijk, als ze, ik weet niet of ze ook een uh, subsidie hebben gehad. voor het maken van Lord of the oh, Rings. wie weet, uh, Holm. Dat heb ik nog niet gezien. Ik ben een groot tegenstander van elke vorm van subsidie. Uh, en wel heel duidelijk, omdat ik vind dat je verdienmodel moet zitten in het verkopen. Uh, of het, het verkopen van een fantastische game... Het of het leveren van een ja. fantastische dienst. Nee, maar als je, verkoop, uh, als je inkomstenmodel is gebaseerd... op de reetlikken van iemand bij de overheid... om een subsidie <laughs> te krijgen... dan word je een hele goede reetlikker... maar word je ja. niet per se een hele goede gamemaker. En uh, het doel van deze uh, uh, hele exercitie... Uh, om belastinggeld uit te geven aan gamemakers, is om goede games te krijgen en je industrie ja. op te bouwen. Maar het resultaat is dat je alleen maar een leger krijgt van hele goede reetlikkers en niet zijn hele goede uh, gamemakers. En dat, ja. uh, dat is waarom ik tegen subsidies ben. En dit is een prachtig voorbeeld. Ja, Gollum. Het, de naam zegt het al. Gollum, het is een ja. beetje een mismaakt uh, 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 schepseltje, en net als deze game. Ja, het, het, het... Het is bizar en um, ik ben ze aan het verzamelen. Ik heb er nu geloof ik al zes dit jaar van, van bedrijven. Die, oh, ja, het ja, spijt het ons oh, zo oh, erg. We, niet, we, we niet wisten gezien. dat het kut was, maar we hadden nooit zien aankomen dat het zo kut, kut was. Nee. Sorry, 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 sorry. Het is ja. een, raar, een raar iets ja. in de industrie wat ik echt helemaal ja. niet tof vind. Um, tot slot, Nintendo. Die hebben we ook in deze uitzending al meerdere vier in hun aars gedouwd. En terecht. Want ze maken fantastische games. En hun bedrijf loopt als een malle. Uh, maar ze hebben ook een beetje een, een, een ander kantje. En dat is dat ze echt uh, ontzettend protectief zijn als het gaat om hun, om hun IP's. En um, ook de hele online wereld en modwereld. En emulatorwereld en dat soort dingen, dat, ik weet niet. Daar zijn ze niet zo happig op. Uh, nu hebben ze dus onlangs um, de Wii Emulator Dolphin, daar kan je dus GameCube en Wii games uh, op je PC mee spelen. Mm -hmm. Die hebben ze gedemciëd, dus Gabe Newell kreeg een DMCA en zijn broek, die heeft het onmiddellijk uh, uh, eraf laten halen, want die had ziet. Fuck, ik moet ook weer die die, die lawyers achter mijn kont hebben. Um, en uh, de verklaring daarvoor, uh, die hebben ze ook gegeven uh, en die is hier zeggen, uh, Nintendo is committed to protecting the hard work and creativity of video game engineers and developers. This emulator ille ille uh, illegally circumvents uh, Nintendo's protection measures and runs illegal copies of games using illegal em uh, uh, emulators or illegal copies of games harms development and ultimately stifles innovation. Ik heb een dubbel gevoel erover. Dat dacht ik al, ja. Um, want ik moet je ook zeggen, um, je kunt je afvragen in hoeverre een emulator illegaal is. Um, kijk, ze leveren zeker, weten via Valve en via Steam, niet illegale kopieën van games. Mm -hmm. Stel je voor dat jij nou gewoon thuis een, uh, ik zeg maar wat, een Wii-game hebt liggen uh, die je heel graag op PC zou willen spelen. Nou, dan zou je zo'n emulator kunnen downloaden en dan heb je dus de game legaal en die zou je dan misschien kunnen spelen uh, met zo'n emulator. Um, je hebt de game gekocht, dus je hebt ook recht om hem te spelen, denk ik. Ik denk als het inderdaad zo is dat ze wel gebruik maken van een van de gepatenteerde technologieën en daar zeggen ze iets en ze hinten daarnaar, mm -hmm. dat is een ander verhaal. Um, ik ben een heel groot voorstander van de retro en emulator scene. Ik vind mm -hmm. dat fantastisch. Ik vind, ja. uh, die, daar komt echt de meest fantastische shit uit. En het stelt je ook in staat om games te spelen die bijvoorbeeld niet uit zijn gekomen in het westen. Uh, wat een heel lastig verhaal wordt als je niet dan een Japanse, uh, weet ik veel, een Japanse Wii of whatever, weet je. Het wordt allemaal heel ingewikkeld. Mm -hmm. Dus die emulator scene is denk ik heel erg belangrijk. Ik snap aan de kant van Nintendo ook alweer dat op het moment dat die emulator scene zo mainstream wordt, bijvoorbeeld uh, doordat je via Steam gewoon zo'n emulator kan downloaden en het allemaal vrij uh, simpel uh, gebruikt kan worden. Ja, natuurlijk gaat het ten koste van hun eigen uh, uh, remakes, die ze exact en um, dat heb ik ook een beetje van wat, wat ik het wrangig vind. Uh, is um, het stelt Nintendo, doet wat dat betreft, die brengt niet alle alle oude Wii games naar de PC, weet je wel? Dat doen ze niet. Uh, ze nou, doen nou, dat de pas. De PC sowieso niet. Maar... Nee, nou ja, goed, dat zal sowieso. Ze, ze willen dat in de Switch en, en ook zeker niet alles, want ze doen het eigenlijk alleen maar als daar veel geld mee te verdienen van. En heel veel games zijn ook gewoon hartstikke niche, weet je wel? Mm -hmm. En dit stelt mensen in staat om dat te doen. Uh, ze hebben het over innovation, weet je wel? Er is niks innovatiefs aan het nog een keer uitbrengen van een oude game. Uh, dat is natuurlijk enorm hun businessmodel dat ze bij elk platform weer die oude games nog een keer gaan uitbrengen, ja. weet je wel? Um, en kijk, zakelijk gezien snap ik het. Alleen, som, ik denk soms echt. En het, ze doen het ook een beetje met YouTube. Als je iets met Mario doet. En ook al is het liefdevol en met passie. En niet raar en weird. Dan gaan ze je toch, gaan ze je toch een kopje. Ja, maar dat is kut. Van. Weet van, je, van Soms moet je ook wat geven, weet je wel. Je kan niet alles... Nee, maar die community doet ook dit soort dingen. En ja. je wil die community koesteren. Exact. En, uh, um, uh, veel mensen willen die retro games uh, of die Wii games opnieuw spelen. En dan moet ik je wel zeggen, Wie? Wii, sorry, maar als je online koopt ko uh, op Marktplaats, kost een Wii kost 20 euro. Ja, weet ik. Waarom zou je moeilijk doen, weet je, met je emulator? <laughs> maar goed, oké. Okay. Um, mensen willen die oude games nog een keer spelen, weet je. En dat heb ik met, met NES en SNES. Ik bedoel, daar vind ik het nog veel relevanter. Want waar Ga je dat in godsnaam nog vandaan halen? Ja. Als jij een nest wil hebben, dat, dat kost tegenwoordig gewoon 200 euro. Ja. En dan moet je maar vragen, je afvragen of het werkt of niet. Dus en, weet je, en dan met HDMI, en weet ik wat. Dat is niet, dus dat is allemaal lastig. Dus die. Um... Um, ik denk dat je je moet ketenen naar die industrie en uh, zorg dan in ieder geval dat je zelf al die games ten alle tijden ter beschikking uh, hebt, weet je. Ja. En dat, uh, uh, ja, dat zou Nintendo moeten doen. En dit, ja, ik vind het een beetje een twijfelgeval. Ja, Misschien nee. is Steam ook niet helemaal het juiste platform voor dit soort. Exact. En dat vind ik ook nog een ding. Is het gratis te downloaden via Steam? Of gaat er iemand geld aan verdienen? Mm -hmm. Want ik vind namelijk ook bij die, bij die, bij die hele uh, development scene... van, weet je, emulator scene en retro... Ja. ik vind dat het allemaal toch wel redelijk gratis uh, Nee, Nou ja, dat is het dus inderdaad. Van op het moment als jij uh, 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 hier geld voor vraagt... dan snap ik het helemaal. Dat heb ik even niet gecheckt inderdaad. Van, uh, als het een commerciële dienst is... Uh, dan snap ik dat Nintendo door inpak. Maar als het... Het is net dat fan ding wat ze ook met YouTube hebben en dat soort dingen. Dat ze het zo moeilijk vinden. En dat mag. Wij willen het alleen maar. Ik vind het niet helemaal oké. Okay. Het zou ze sieren als ze het wat, 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 wat losser daarin zouden zijn. Maar ja. nou, goed, uh, het Nintendo is Nintendo. Goed, volgende week um, dan gaan we E3-stijl piepshowen. Want um, het gaat eraan komen, eigenlijk deze week al. Deze week beginnen we al een beetje met bar weinig E3 opbouwen naar al die. Vette uh, presentaties. Hopelijk vette presentaties die eraan komen. En als ze kut zijn, dan is het ook leuk, want dan kunnen we het lekker hier met z'n allen helemaal affakkelen. Um, ben erbij. Zorg dat je een premium baas bent. En uh, kom onze streams. Wat kijken. krijg je dan als je een premium baas bent? Nou, dan krijg je heel veel vette content en heel veel liefde. Ja, en je mag naar onze premium uh, viewing party. Ja, komen. inderdaad. Uh, die zit wel al bijna vol. Dus als je dit kijkt, uh, we hebben nog. 10, 20 plekken. Uh, dus redactie.gamekings.tv en ja. meld je aan. Is in uh, Blast Galaxy, en Blast wat gaan Galaxy. ze kijken? Uh, Xbox. De Xbox Persoon. en misschien ook nog wel een stuk uh, PC gaming. Ja, dat wordt lachen.